Sinistra. Hij loopt al. Hey Els, goedemorgen. Goedemorgen, Jerry. Ja, we zitten hier... dit wordt echt het leukste. We zitten hier nu... je bent net bij Bob geweest. Ja, ik denk dat heel Nederland heeft gekeken. Ik hoop het. Ik denk dat ontbijt, breakfast with Bob... En dan ontbijt TV echt niet te smash van. Hoe is het op het eiland? Ja, het is echt super vet. Ik vind het gewoon echt zo bijzonder om dit mee te maken. Je zit hier gewoon dus echt in het midden van de oceaan. Op een vulkanisch eiland. Met echt super veel triatleten. Het draait hier allemaal om triathlon. En het is gewoon echt heel vet om mee te maken. En dat hele parcours ook. Weet je, je gaat door de lavavelden heen. En dan kom je weer meer in een soort van jungle terecht. En dan is weer meer een soort van schiereiland. En met echt zoveel triatleten om je heen. Het is gewoon een hele unieke ervaring. Hey, nou praat iedereen hier over. Het is natuurlijk jouw eerste keer natuurlijk. Ja. Ik ben hier al een paar keer geweest. Ik ken de route ook. Ja. Hoe vond je het Energy Lab? Daar praat iedereen over. Ja, nou ja, ik heb daar gelopen en weet je, het is warm, het is hier overal warm. Ik denk niet echt, voor mijn gevoel was het niet heel anders dan een ander deel van het parcours. Maar ik denk dat iedereen elkaar ook gewoon een beetje aan het gek maken is van, Energy Lab. Dus dat is echt super extreem of zo. Misschien is het iets warmer, maar ik denk niet dat je elk ander deel van het parcours kan onderschatten. En alleen maar op het Energy Lab moet gaan focussen. Heel goed trouwens. Nou was je aan het trainen met Sky Munch. Die is helaas niet bij. Unfortunately gevallen inderdaad. Kan er niet bij zijn. Je was in Salt Lake. Qua temperaturen daar inderdaad. Was het een beetje vergelijkbaar met hetgene wat je hier nu hebt? De temperaturen waren warm. Maar de vochtigheid is echt... Ja, dat maakt gewoon het verschil. Weet je? Het was daar onwijs droog. Dus daar zweet je eigenlijk niet. En hier is het gewoon super vochtig. Dus je bent hier eigenlijk gewoon constant nat en badend in het zweet. Dus dat is het verschil. Maar voor mij was het gewoon heel fijn dat ik me daar kon voorbereiden met haar. Het was op hoogte. Lekker weg van alle afleiding thuis. Dus we konden ons echt 3 weken nog vol focussen op de laatste voorbereidingen voor deze zaterdag. Wat ga je nu de laatste dagen nog doen? Ik heb nog wat trainingen om los te trainen. En verder is het gewoon nu gaat echt de focus aan. Dus gewoon echt concentreren op de race. Niet meer afspreken. Lekker thuis in mijn slaapkamer verblijven. En datgene doen wat dan... Netflixen. Netflixen. Dat hoor ik trouwens van heel veel atleten inderdaad die gewoon een beetje aan het Netflixen zijn. Dat is echt, dat schijnt echt helemaal hype te zijn. Mm-hmm. Heb jij verwachtingen of niet? Ja, dat klinkt misschien heel gek, want dat is eigenlijk een beetje zo'n standaardvraag. Maar zeker voor de mensen die natuurlijk de eerste keer hier zijn, men praat altijd over verwachtingen. Ja. Maar jou kennende een beetje... Wil je gewoon lekker goede race? Ja, dat is het gewoon. Weet je, ik verwacht niet dat ik hier top 10 finish op een bepaalde plek heb. Ik hoop gewoon dat... Ik heb super goed getraind afgelopen jaar. Heel consistent, goede race gehad. En ik hoop dat er gewoon uit gaat komen zaterdag. Dat ik gewoon echt tevreden kan zijn van... Wauw, ik heb gewoon echt een goede race gehad waar ik tevreden over kan zijn. Of dat dan een 10e plek is, een 20ste, 30ste of een laatste. Maakt niet uit. Dat is gewoon dan het level wat ik op dat moment heb. Ja. Komt de familie nog? Ja, mijn ouders die komen vandaag aan. Vriendinnetje is hier al de hele week. En mijn buren uit Utrecht zijn ook gisteren aangekomen. Dus ook het Nederlands voor support. En jij natuurlijk, hè? Als je mazzel hebt, dan moet ik moet de trekken natuurlijk een beetje gaan volgen. Maar ik sta aan de finishlijn tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Ik ga ervan uit dat tussen in dat tijdframe jij wel aankomt. Ik ga komen. Nou, laat goed. Ik geef je een handdoekje. Oké, heel fijn. En een knuffel. Hey, dankjewel Els. Ik zeg succes en lekker relaxen de laatste uren en dagen. Top. Nog wat voor Nederland? Huh? Nog wat voor Nederland? Mij allemaal volgen en op afstand supporten, want ook die support krijg ik zeker binnen en ben ik heel blij mee. WIP-nummer? 43. Ja. Net na mij. Aloha. Bye. Doei.